vandaag de ploegpresentatie. Altijd erg leuk voor fans, maar ook voor mij dit keer om te kijken of die Tour een beetje leeft in de stad. Ik ben tot nu toe vooral bij persconferenties geweest en bij het perscentrum. Nou ja, en daar is natuurlijk, er zijn veel officials, maar er zijn geen fans, er is geen beleving nog. Ik ben benieuwd hoe dat hier is. You came to Düsseldorf for the Tour de France. Oh yes, yeah mate, yeah. We came here for like 3 or 4 days. We watched it like 2 years ago at Utrecht. Really enjoyed it. I'm from Holland. You from Holland? Good big fella. Amsterdam. Do you like the drugs? No. Hier worden renners geïnterviewd, zoals hier André Greipel. En daar de rest van zijn ploeg. Hier bij de ploegpresentatie is dus een indeling gemaakt van de rechtenhouders. Hoe meer rechten je hebt, hoe verder naar voren je mag staan. Wat ik zo net liet zien, dat was Greipel. Die zie je hier nog staan. Dat zijn de maatschappijen die live televisierechten hebben. Dan kom je bij radio. Vervolgens bij tv zonder rechten, zonder uitzendrechten. En uiteindelijk kom je, en daar hoor ik bij, bij press. En die zijn zo karig dat ze het gewoon maar op hebben geschreven. Is dit de leukste etappe van de Tour? Nee, de leukste etappe is het niet. Dit is wel mooi om mee te maken. Dit zal wel de makkelijkste etappe zijn, denk ik. Minste pijn. Misschien een beetje symbolisch dat de Tour terug is in Duitsland. Ze hebben duidelijk stelling genomen ooit. Ja. Nu is er een positief dopinggeval in jouw ploeg. Ben je daarvan geschrokken? Ja, heel erg van geschrokken. Ik zal mijn exacte woorden niet herhalen toen ik het hoorde. Maar ik was behoorlijk geschrokken, zo niet heel erg boos. Ja. Dat was Koen de Kort over het dopinggeval in zijn ploeg van André Cardoso. Ik ga weer verder. Dan ben ik nu weer op de plek waar ook publiek mag komen. Dus waar je geen perskaart voor nodig hebt. En dan gaan de renners straks met zo'n boogje daar langs. Ik heb met Koen de Kort gesproken. Ik heb fans gesproken. En ik heb de sfeer geproefd en terwijl het spektakel hier wordt afgesloten met een swingend kinderkoor, kan ik zeggen dat het goed leeft in Düsseldorf. Misschien niet zo zoals het in 2015 in Utrecht was, maar ze gaan er een mooi feestje van maken komende zaterdag. En natuurlijk ook zondag. Ik ga hier afsluiten, ik zie jullie morgen. Dan ga ik kijken bij het parcours van de eerste etappe, de tijdrit door Düsseldorf.